is een mooi plekje, toch? Mm, heerlijk. Nou, dagje daarvan. Mooi. Nou, gaat hij dan. Want we mogen wel opschieten, want wie weet gaat het straks wel weer regen. Oh, dat is niet zo pessimistisch. Je hebt vandaag een dag vrij, hm? Dus geniet je meids, dat is verplicht. Verplicht genieten? Hoe doe je dat? Ik ben heus niet gek hoor. Ik weet ook wel dat jij liever ergens luxe zou willen gaan lunchen. Maar je kan gewoon niet ontkennen dat de vorige picknick ook heel lekker was. En niet alleen maar vanwege het eten. Mm. Het zou best eens kunnen, lieve Jeanne, dat ik helemaal niet het leventje heb geleid dat jij denkt. Jij moet er een heleboel over mij leren. Oh, juist. Jouw verleden zit vol duistere en enge geheimen. Nou, schitterend, hm? Want zou ik me toch maar gaan vervelen. Hey. Hoi. Kom erin. Let maar niet op de troep hoor, maar Danny heeft haast. Hij moet opschieten. Hallo. Hoi. Nou, heb je alles? Ja. Oké. Nou, kom op dan. Holle. Oh, wacht, je broodtrommel. Hier. Dag. 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 Nou, keurig op tijd. Gefeliciteerd, moedertje. Je wordt er wel steeds beter in, hè? Ja, ik moet wel. Nou, nou moet ik zelf nog beginnen. Ik heb alleen nog maar tijd voor koffie. Jou ook een kop? Ja, graag. Oké. Ja, ik was net hier om met Arnie even te praten. Ik dacht, ik kom even bij jou kijken of je het redt. Nou, red is een groot woord. Ik overleef het wel, hoor. Dank je wel. Hé, hij hinkt er nog steeds, hè? Wat zei Simon daarvan? Nou, er zijn foto's gemaakt in het ziekenhuis. Vandaag is de uitslag. Hmm. Maar het gaat heel erg goed met Henny, dus dat is in ieder geval fijn. Hé, hey, Arnie zei dat, dat waarschijnlijk die de zwaan het geld had gejat. Ja. Hij, Henny en ik waren de enigen met de sleutel van de kluis. Nou, Henny heeft het niet gedaan, dat weet ik zeker. Ik heb het ook niet gedaan. Maar ja, hoe bewijs je zoiets? Nou, volgens mij had Arnie wel een plannetje. Hé, hey, maar ik ga maar weer. Ik wil je niet ophouden, oké? Okay? Oké. Okay. Hé. Hey. Kom je nog eens een keer langs? Vind ik leuk. Hij heeft dit keer geen smoesje te verzinnen om boven te komen, oké? Okay? Ik vind het gewoon leuk om je te zien. Oké, okay. Bedankt. Dag. Dag. Heerlijk, schat. Dank je. Ja, het is niet het goede moment, dat weet ik. Ik was er ook liever vanavond over begonnen, maar... het zit nu in mijn hoofd, dus wil ik erover praten. Anders verpest het me mijn hele dag. Wat is er dan? Nou, om ons huwelijk te doen slagen, moeten we toch enkele problemen oplossen. Om te beginnen, Isabel. Isabel is geen probleem. Nee? Maar voor mij misschien wel. Zo vriendelijk en zo galant mogelijk heb ik haar gevraagd te vertrekken. Echt? Ja. En die spectaculaire plannen voor onze bruiloft heb ik gecanceld. En die wereldreis gaat ook niet door. En dat is toch precies wat jij wou? Ik hou van je. Mm. Mm. Misschien moet je hem aannemen. Er kan iets aan de hand zijn. Oké. Ja? Ja. Nou, wat een onzin. Kan Jan dat niet een keer doen? Nou, dan probeert hij het maar een keer. Ik kan nu niet. En ik ben ook onbereikbaar, dus probeer niet nog een keer te bellen. Probleem op de zaak? Ja, maar ze zoeken het maar uit hoor. Ik heb jou beloofd dat ik een dag vrij zou nemen, dat doe ik dan ook. Hm? Ja, maar als je het nou zelf zou moeten oplossen, hoeveel tijd neemt het nou in beslag? Een minuut of vijf, hooguit. Nou, ga dan. Ik kan hier toch wel blijven wachten? Kun je niet over 3 kwartier terug zijn? Nee, ik doe het niet, ze zoeken het maar uit. Dan zit je hier alleen maar te piekeren over wat er allemaal fout kan gaan. Kom op, wegwezen. Nou goed dan. Jij snapt tenminste hoe ik in elkaar zit, hè? Half uurtje. Oké. Okay. Hallo. Hallo, met mij niet ophangen. Ik heb goed nieuws. Ik heb werk voor je. Fijn voor je. Ja, ik had net onze filmproducent aan de lijn en hij is bezig met een nieuwe film en hij heeft een rol voor je. Het is geen grote, maar toch. Ja, dat wist ik al, Rien. Ik ben vanmiddag bij hem op kantoor geweest. Je hebt een manager nodig, Linda. En ik ben de beste. Goed. Oké, okay, misschien moeten we maar weer gaan samenwerken. Maar alleen zakelijk verder wil ik niets met je te maken hebben, is dat duidelijk? Alleen zakelijk verder niks. Nou, had je verder nog iets?
Nee. Ik zorg gewoon, ik regel nog wel wat dingen voor je, oké? Okay? Heel goed, doe dat. Wat zie jij eruit? Wat doe jij hier? Hé, hey, Jeanne. Dit hier is Mickey. Hallo, Mickey. Ja, rare vraag misschien, maar wat doe jij hier eigenlijk? Nou, Menno en ik waren aan het picknicken, maar hij moest terug naar kantoor, maar hij komt zo terug. En wat doe jij hier? Ja, wat dacht je? Vissen. Oh? Lekker dagje om te picknicken. Ja, ook mooi vis weer. Als je nou nog lang blijft aan ouwe hoeren, dan ga ik pas naar het water en stekkie zoeken, oké? Okay? Doe dat maar. Menno, die komt zo terug. Waarom blijf je niet? En eet je wat met ons mee? Sorry, maar dat kan niet. Ik ben min of meer in functie. Ik begrijp het. En wanneer is de grote dag? Een week of twee. Spijt me, maar ik zal er niet zijn. Toch wens ik je al het geluk van de wereld. Dank je. Ik wil niet dat jij je nu gelijk zorgen gaat maken. Maar ze willen nog een paar testen met Dummy doen. De foto's zien er niet echt bemoedigend uit. Wat bedoel je niet bemoedigend? Hij heeft een beetje pijn aan zijn been. Jawel, maar het kan ook een osteosarcoom zijn. Wat? Hoe klinkt het in gewoon Nederlands? Een kwaadaardige zwel van het bot.